Even net terug van het water. Hoe is het je vergaan vandaag? Ja, ijskoud. Maar ja, iets beter dan gisteren. Twee keer een goede start, ook wel redelijk goede snelheid aan de wind. Dus dat is wel zeker beter dan gisteren. Hier en daar wel echt al te veel fouten gemaakt, vooral op de downwind. Niet super tevreden, maar ja, toch wel een plekje gestegen weer. Dus gewoon mogen alles geven in de medal race. Zijn er goede gevechten gaande op het water? Ja, zeker. Ik denk zeker met Marit en Annelies. Ik denk dat we vandaag wel echt met z'n drieën wel de beste waren. De snelste waren ook. Dus ja, het is altijd een goede battle in onze klasse. En dus ja, ook gewoon deze week. Ja, Marit die doet het ook goed, hè? Die lijkt wel onverslaanbaar de laatste tijd. Ja, hier doet ze het heel goed. Ik denk dat ze de afgelopen evenementen niet zo goed gevaren heeft. Maar hier is gewoon haar thuiswater en voelt ze zich ook gewoon supergoed. En deze week is ze gewoon echt degene die het beste is. Tot nu toe in ieder geval. Dus goed. Als je nog even terugkijkt naar Londen, toen was Marit tweede, jij derde. En als je dan vooruitkijkt naar Rio, denk je dan van nou, dat moet eigenlijk even anders? Ja, natuurlijk, dat kan je nooit op voorhand zeggen. Ik heb gewoon tot nu toe een heel goed seizoen gevaren. Ik heb van de laatste 7 wedstrijden heb ik er 6 gewonnen. Dus ik ben persoonlijk heel goed bezig. En we zijn nu terug bezig met een opbouw richting pre-Olympics. Dat is gewoon het volgende piekmoment. En ja, Rio is nog ver af. Uiteraard hoop ik daar beter te doen dan in Londen, dat is duidelijk. Ja, hoe zit het met de kwalificatie? De kwalificatie die gaat nog even door bij ons. Er wordt pas volgend jaar beslist wie er naar de Spelen gaat. Maar daar ben ik momenteel op dit moment niet zo mee bezig. Hoe zie je de Deltaloid Regatta eindigen voor jou? Hopelijk met een medaille. Ik vind het een super toffe wedstrijd. Een van de best georganiseerde van het hele jaar eigenlijk. Dus altijd heel leuk om hier te zijn. En ik hoop gewoon op een positieve noot te eindigen.